Waren jullie zo'n school waar de leerlingen al gewoon de leraren bij de voornaam noemden? Nee. Dus we noemen ze eigenlijk ook nog steeds bij de achternaam. Ik word ook vaak bij de achternaam genoemd. Dat is best wel eens vreemd. Omdat ik natuurlijk 20 ben en ik ook broertjes en zusjes heb die me gewoon bij mijn voornaam aanspreken. We noemen elkaar inderdaad bij de achternaam. Ja. Je zei het al, hè, de school zit sinds 2 jaar in een fusieproces met andere school. Die rector, die zag daar een rol voor jou weggelegd. Hoe komt dat zo? Ja, ik zat al in de leerlingenraad op mijn oude school en ik deed ook mee in de MR. Ja, en als er op een gegeven moment een fusie aankomt, dan moet MR betrokken worden. En daarin heb ik eigenlijk altijd wel gezegd van ja, betrek die leerling ook bij het onderwijs. Want als je die leerling betrekt, ja, dan wordt die school ook voor die leerlingen aantrekkelijk. Op een gegeven moment heb ik heel veel met die rector samengewerkt, ook aan die nieuwe school en ook op informatieavonden voor ouders. En op een gegeven moment kwam de vraag van, wil je misschien wel voor ons werken? Toen ben ik voor de Elegant gaan werken. Maar dat besturen, zat dat altijd al in je? Ja, weet ik niet. Ik vond het in ieder geval wel heel erg interessant. En ik genoot er ook wel van toen ik in de leerlingraad zat en in de MR. Maar in ieder geval, de rector die zag daar wel wat in. En die gaf mij ook die kans om op deze school me te gaan ontwikkelen op die gebieden. Het grappige was, op een gegeven moment kreeg ik een papiertje met mijn taken erop. Hè. Daar had hij een beetje over nagedacht en had ik natuurlijk ook zelf over meegedacht. En daar stond op van leerlingparticipatie, medezeggenschapsraad. En er stond er helemaal onderaan en alle andere voorbijkomende taken. Dus er is van alles bijgekomen, zeg maar. Ja. Maar toch nog even dat besturen, want ik weet niet hoe dat gaat met vrienden en vriendinnen. Hoe kijken die daarnaar? Ja, de een vindt het geweldig en de ander zegt echt, wat doe je daar? Dus dat verschilt heel erg wat de een en de ander ervan vindt. Er hangt natuurlijk altijd gelijk een soort saaie deken overheen, denk je dan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kan er ook wat van maken. Nee, ik heb me juist heel erg vermaakt. Ik heb het ook heel erg gezellig gehad. Ik heb een collega waarmee ik heel veel samenwerk. Marieke is dat. Die zie ik eigenlijk meer dan mijn eigen ouders en mijn familie. En gelukkig klikt het daar ook heel erg goed mee. Dus daar heb ik het ook heel erg gezellig mee. En als ik vaak als mijn vrienden vertel over hoe het nou eigenlijk gaat en wat we nou eigenlijk doen, dan vinden ze dat eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. En heb je plannen ook om hier nog in door te gaan dan? Ja, ik ga volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, ga ik studeren. Ik heb net een kamer van een maand gevonden in Utrecht. Een van de moeilijkste steden om een kamer te vinden. En ik ga waarschijnlijk bestuurs- en organisatiewetenschap studeren daar. Kijk, nou ja, dat ligt al wel voor de hand natuurlijk. Als ze dat besturen zo leuk vinden. Ja. Ja, heb je al invloed gehad, zeg maar, met dingen die je bedacht hebt of je ergens tegenaan bemoeit? Ja, we zitten nu in de Elegant Live Studio. Die heb ik samengebouwd met Niels en Willemijn. Die kijken nu ook mee. En Willemijn wil later ook bij de radio trouwens. Het zijn twee leerlingen uit de eerste klas. En daar hebben we een hele live studio mee gebouwd. Met allerlei camera's, licht, geluid sinds de coronatijd. En daar maken we uitzendingen mee voor aankomend leerlingen. Maar ook voor ouders en voor leerlingen van nu. Dus dat is heel erg leuk. En was tijdens de coronajaar denk ik ook wel handig? Of was die studio er toen nog niet? Nee, die is gedurende die coronatijd gekomen. Maar daarvoor heb ik er wel voor gezorgd dat we een subsidie binnen hebben gehaald, waarmee we in alle lokale camera's en microfoons hebben opgehangen, waardoor de lokale hybride werden. En ik heb ook op ICT-vlak best wel veel dingen begeleid en uitgezet binnen de school. Dus daar heb ik wel mijn invloed ook uit geoefend. Want wat gaat er nu in die studio gebeuren dan? Voor de school? Ja, we maken livestreams. Dus die zijn voor leerlingen bijvoorbeeld. Dat doen we pubquizzen. En dat wordt eigenlijk allemaal geregisseerd en bedacht door Niels en Willemijn. Maar we maken dat ook livestreams voor ouders. Want die school die bouwt zich natuurlijk langzaam uit. We hebben nu alleen de eerste en tweede klas. Maar volgend jaar begint ook de derde klas. Ja, en dan moet je toch ouders gaan inlichten van hoe werkt dat nou precies? En hoe gaat dat eruit zien? En dat doen we dan vanuit de live studio. Nou, we hebben wel begrepen, want je gaat dus stoppen en dan ga je naar Utrecht om te studeren. Maar je wordt niet opgevolgd door een andere leerling. Nee, ik word nog niet opgevolgd door een andere leerling. Ik heb meegewerkt aan de eerste en tweede klasse op deze school. En wat de rector ook zegt, zoiets moet een beetje ontstaan. Hè? Dus er moet iemand opstaan en je moet denken van dat past binnen het plaatje en dat past binnen het moment. En ik denk als hier op een gegeven moment ook op het Elegant misschien wel een leerling opstaat of een leerling opvalt of binnen het plaatje past, dat die ook wel zo'n plek kan krijgen. Ja. Ja. Je hebt er geen spijt van in ieder geval om dit gedaan te hebben? Nee, ik ben achteraf ben ik eigenlijk wel heel erg blij dat ik het heb gedaan. Helemaal als je achteraf ziet wat die coronatijd is geweest. Voor leerlingen echt verschrikkelijk. Maar ook voor studenten was het echt geen makkie en helemaal geen pretje.
Dus ja, dan heb ik eigenlijk wel geluk gehad dat ik toen al die tijd een baan heb gehad. En nou ja, ook zulke leuke contacten heb gehad met leerlingen en collega's. Ja. Ja. In Zutphen dus. En dan nu straks naar Utrecht. Veel succes daar. En dank voor het gesprek. Sam van der Ree was dat. 1, 2, 3 voor de dag.